In a way some girls do, no one notices but you. So let's say you're the one to help me out of here. Let's take all of our plans and leave them in the path of a raging hurricane, and we'll see if they'll survive out there. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Jouw liedjes gaan vooral over liefde en zo, maar je hebt ze al op vrij jonge leeftijd geschreven. Waar houde je de inspiratie vandaan? Ja, van alles. Het is heel raar. Toen ik begon met schrijven, toen had ik gewoon zoiets van ik wil een liedje schrijven. En dat moest dan maar gewoon ergens over gaan. Iets wat ik niet eens zelf had meegemaakt of zo. En naar de hand, ja, dan maak je wel wat meer mee en zo. Maar inderdaad, een meisje van 16 heeft nog geen gebroken relaties gehad en zo. Dus ik haalde vooral uit ja, dingen die om me heen gebeurden en zo. En later nou ook wat ik zelf meemaakte. Dus. En ben je ook meteen in het Engels gaan schrijven? Of heb je eerst in het Nederlands nog gevonden? Nee, ik heb altijd in het Engels gezongen. En van waar is dat? Vind je kun je daar beter in vinden? Ja, ik heb ook nooit echt zin gehad om Nederlands te zingen. Ik weet niet waarom dat was, maar het lag me gewoon nooit zo. En ik luisterde veel naar Engelse en Amerikaanse muziek, dus dat was echt meteen mijn ding, zeg maar. Ja, daar was ik wel heel zeker van dat ik dat wilde.